Maar dan zijn we hier in Heiloo gearriveerd. Een mooie bibliotheek. Helemaal gelijk vloers. Geen trappen, geen liften, helemaal niks. Alles op de begane grond. We gaan hier naar binnen en we gaan eens even kijken. Gelijk aan je rechterhand de informatiebalie. Daarachter ook een gelegenheid om de stands te situeren. Kan hier flink geschoven worden met tafels. En zoals de tafels hier nu staan, ziet u ook al wel dat er een behoorlijke kans is dat hier heel wat stands kunnen worden neergezet. Maar we gaan weer terug naar het uitgangspunt waar we waren, min of meer. Want we lopen met die informatiebalie aan onze rechterhand lopen we door. En dan ziet u hier al een hele ruime gelegenheid om ook stands neer te zetten. Hier staan nu tafels rechts. Maar ja goed, die kunnen ook worden weggezet. En hier gaan we linksaf even voor de ruimte waar achter een deur lezingen zullen worden gehouden. U ziet wel, alles stand-by. Dus iedereen kan hier zijn gang gaan. En voor een man of 25, 30 is hier zeker ruimte. Dus dat zal zeker genoeg zijn. We gaan er weer uit. En dan hebben we, als u de deur uitkomt rechts, de ruimte waar ook heel wat stands kunnen worden neergezet. Het is nu heel anders ingericht. Heel erg gericht op kinderen, omdat op het moment van opname er heel veel kinderactiviteiten zijn. Maar hier kunnen dus ook heel wat stands. En dan gaan we hier ook weer naar rechts. En dan kunnen we, u ziet hoe gezellig het hier is. Leuke verlichting, kleurrijk allemaal. Hier kunnen we ook nog het een en ander neerzetten. Kort en goed, iedereen krijgt een hele mooie plek. En er komen heel veel bezoekers, gegarandeerd in Heiloo.